Nou, goedemorgen. 1 februari 2021, tweede maand van dit blubberjaar. Nou, het is uh, maandag, dus dan is het uh, een koffiepraatje met Hannepan. Nou, ik heb toch wel even wat boodschapjes, inderdaad. Uh, nou, we weten, uh, want we letten. Half op elkaar, laat ik het maar zo zetten. En dat, dat gaat mij best wel aan het hart, want we hebben elkaar zo hard nodig. Uh, dat politie Nederland. Uh, uh, de mensen, uh, uh, de demonstranten, de vreedzame demonstranten, uh, echt op een hele heftige manier, van huis afhalen, er is een team uh, dat zit volgens mij ergens uh, gevestigd in Brabant, eh. Uh, wat onze uh, strijders uh, eigenlijk uit huis komt halen alsof ze terroristen zijn, want die opstandsgroepen onder andere Geel die hebben natuurlijk ooit een stempeltje erop gedrukt gekregen dat het een terroristische organisatie is. Nou, wat gebeurt er dan? Dan word je met een zak over je kop, word je zo gewelddadig uit huis getrokken, je krijgt echt uh, 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 verhoren die je eigenlijk denkt alleen maar in films tegen te komen, maar nee, dit is gewoon werkelijk realiteit. Dat ze gewoon geen, uh, uren geen eten geven, et cetera, et cetera. En uh, kijk, dat stoere mannen uh, uh, stoer zijn wil niet betekenen dat het criminelen zijn, maar zo worden ze wel behandeld. En zo wordt dat verzet de kop ingedrukt door dit soort praktijken. Dat zijn gewoon maffia-praktijken. Want je wordt gewoon onder druk gezet. Um, nou, natuurlijk het zinloos politiegeweld... wat losgaat op vreedzame demonstranten. En uh, het uitspelen. Want we hebben natuurlijk... Uh, hoe heet die baggerclub? Fidere En... Uh, nou, het is niet vreemd dat deze mensen zo de gang kunnen gaan, want het is gewoon overheid. Die worden gewoon betaald, want die hebben er gewoon een dagtaak aan om ons leven aan te spitten. En ze proberen ons daarmee kapot te maken. Nou ja, ik heb zoiets van, uh, maak me bekend, laat zien dat je fan van me bent, want ik plak het aan mijn reet. Want ik doe dit uit landsbelang. We zijn geen potje aan het uh, uh, voetballen, weet je. We zijn echt wel uh, uh, serieus bezig. Het lijkt of dat het een beetje la 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 is. Omdat we natuurlijk in Nederland leven. En we zien wat pers doet. En wat de gemeente doet. En wat politie doet. Ze brengen het allemaal een beetje verkapt naar buiten. Of dat we ruilschoppers zijn. En zo gaan ze een beeld creëren. Dat de rest van Nederland ook op ons neer gaat kijken. Want deze mensen die denken niet zelf. Die zijn gepemperd. Het lijkt wel of ze versteend zijn. In principe moeten we gewoon een beetje medelijden hebben met deze landverraders. Want dat zijn het. Alleen ze zijn er zelf nog niet achter. Want het is gewoon een indoctrinatie. Van al verschillende generaties. Maar we zitten inderdaad nu wel op dat punt dat er gewoon heel vies spel gespeeld wordt. Met andere woorden, let op elkaar. Weet je, als er iemand in detentie gesteld wordt, weet je, zorg voor een beetje nazorg. We zitten met zo'n fucking egoïste club. Dat uh, uh, zoals wij normaal te werk gingen met een nazorgteam. Er, er komt gewoon niks van, want iedereen is ik, 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 ik. ik, ik. dan gaan jullie het niet meer redden, jongens. Weet je, gooi dat egeltje nou eens aan elkaar. En verzamel, want we hebben elkaar nood. Dag, weet je, leer van elkaar. Nou, dan is er nog iets. We heb je het weer. Ego's, ego's, ego's. <coughs> wij hebben in ons demolandje. Hebben wij mensen ertussen lopen? Ik weet niet of dit me in dank wordt afgenomen, maar die zijn uh, zelf slachtoffer geweest in hun jonge kinderjaren. Van, uh, 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 van die jongensprotestatie uh, door uh, uh, onze ministers, die hogere kringen, rechters, etc. Dit is inderdaad al way back. Maar een van deze jongens die heeft er wel voor gezorgd dat uh, 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 pedofiel. Uh, JD, ik doe het even zo, niet meer Amerika in mag, weet je, deze jongen die hebt de ramen pas hier daar uitgetrapt, dat is logisch, weet je, want de, deze jongen die zet in principe zijn leven op het spel, want het is nogal wat dat jij je bek open trekt, dat jij hier misbruikt, het is sowieso erg dat je misbruikt bent, weet je, haal me te goede, maar deze jongen heeft in die pedanetwerken van die hoge heren gezeten. Laten we deze jongen, godverdomme, een hart onder de riem steken. Er is een crowdfunding opgestart... want ze proberen die jongen al heel zijn leven kapot te maken, weet je. Ze... Het is ook logisch dat je daar een PTS -je aan over aan overhoudt. Dus soms kan die ook best wel een beetje lelijk om zich heen trappen. Maar vind je het gek als je niet gehoord wordt, weet je. In principe toon je ballen om te gaan getuigen... Hè? Tegen de elite. En wat doen wij, klootjesvolk? Nee, kom op, jongens. Laten we deze jongen helpen. Op mijn site, op mijn pagina, is een crowdfunding. Uh, Ik zal hem straks even in de comments onder deze live zetten. Deel deze alsjeblieft massaal. En ook al is het maar één eurotje. Maar laten we voor deze kroongetuigen, want dat is het. Nogmaals, hij heeft ervoor gezorgd dat deze vieze gore pedo. Ex-minister van Veiligheid en Justitie. Amerika niet naar in mag. Dus die Vieserik is aan Amerika al afgestraft. En wij Europa doen. Hé, hey, waar hebben we het over? Als we het probleem willen oplossen, laten we dan ook helpen. Weet je, laten we die jongen aan de 1000 euro helpen. Ik zet hem straks hieronder. En dit, is even mijn, uh, dit zijn even de twee dingen die ik naar buiten wilde brengen, weet je. Wij lopen zo, wij zijn zo verzet. Nou, we zijn zo fucking verzet dat we niet eens op elkaar letten. Hier, let een beetje op elkaar. Nou, het is maandag. We rollen weer de week door. Kindjes mogen over een week weer naar school. We krijgen natuurlijk weer bakkalender uitgestort. Laat elkaar niet aardspelen. Blijf in hemelsnaam en liefde. Want het is o oh zo belangrijk dat we een front vormen en wat we nu doen dat is gewoon alles naar je eigen ik toe willen trekken van oh kijk mij eens ik ben een leider. Pak jullie jullie zijn geen leiders. Dat zijn allemaal het volk. Laten we het ook ook saampjes doen. Weet je wij staan gewoon open voor communicatie, voor verbinding, maar je gaat het echt niet redden zo hoor. Jullie zullen het toch echt samen moeten doen. Ehm um. Voor de jongens die in detentie hebben gezeten, ook deze jongens uh, hebben een stukje nazorg nodig. Weet je, tuurlijk ga je niet lopen van: oh, het heeft me geraakt. De, de, de. Maar geloof maar, als je uit je slaapje getrokken wordt, dat je afgevoerd wordt als een of andere staatsmogel met een zak over je kop. Tuurlijk maakt dat indruk. Bel. Elkaar, neem de tijd voor elkaar, bied je hulp aan, ook al is het maar in de vorm van een telefoontje, want dat is nodig voor de verwerking. Pas op, anders klappen we wel degelijk uit elkaar en we moeten verbinden. Um, nou, dat is hem. Even kijken of ik uh, vraagjes heb, dat denk ik niet. Oh ja, ik had het natuurlijk nog over fideren uh, Fiderre is gecontroleerd. dat is gewoon betaald door de overheid, dat zijn gewoon informanten, dat, zijn gewoon, uh, uh, dat is uh, gewoon justitie, die gewoon een heel team hebben. Die uren en uren per dag ons privé zitten uit te spitten om ons te blamen en te shamen. Nou, plak het aan je reet, want we zijn niet te blamen en te shamen. Uh, ik spreek voor mezelf, ik ben heel integer, maar ik ken ook heel veel integere strijders. En kom op, kan juist, we laten ons niet kapot maken, één voor alle, alle voor één.